altijd laten weten waar je bent, zodat je gecontroleerd kan worden op doping. Dat moeten veel topsporters, maar de Europese privacy-toezichthouders vinden dat te ver gaan. De regels voor dopingcontrole zouden in strijd zijn met de Europese privacywetten. Mijn zoontje deed de deur open en er stond iemand in mijn huis. En die bleef roepen waar Aard Vierhouten was. Dat bleek achteraf een controleur te zijn. De internationale dopingautoriteit kan Aard altijd controleren. 7 dagen per week, 24 uur per dag. Je weet dat het in de sport inherent is aan controlesystemen. Maar zoals het er nu aan toe gaat, is gewoon net even te ver. De Europese privacy-toezichthouders vinden dat ook en zeggen dat de regels in strijd zijn met de wet op de privacy. Zoals de whereabout-regel. Wielrenners moeten altijd aangeven waar ze zijn. Volgens de toezichthouders kan dit ook alleen rond wedstrijden. En de straf die sporters kunnen krijgen staat op internet. Dat moet anders, omdat dit sporters jarenlang kan achtervolgen. En sporters geven met een test zomaar medische gegevens af. Terwijl dit niet bij wet verplicht is, ook dat moet anders. We kunnen er niet omheen als we kijken naar de laatste 5 jaar... wat er allemaal weer passeert en links en rechts om dingen gebeuren. Er moet een systeem zijn, maar het kan echt wel anders dan dit.